10 dagen betaald verlof voor vaders bij de geboorte van hun kind in plaats van 2. 4 maanden betaald ouderschapsverlof per ouder per kind tot 12 jaar in plaats van alleen onbetaald verlof. 5 dagen betaald zorgverlof voor een ziek of hulpbehoevend familielid per jaar. Ontslagbescherming en omkering bewijslast. Bescherming van arbeidsrechten, recht op terugkeer in dezelfde of gelijkwaardige functie, behoud van verworven rechten. Voorzitter, dat zijn allemaal voorbeelden van zaken waar iedereen in Nederland die geeft om werkende mensen voor zal zijn. Dat zijn namelijk de basale, minimale arbeidsvoorwaarden die mijn GroenLinks-fractie samen met alle collega's in deze Kamer wil regelen voor alle werknemers. Het is goed dat Europa deze minimumnormen maakt voor sociaal beleid en lidstaten die vervolgens zelf nader kunnen invullen. Maar als het niet lukt om voldoende draagvlak voor deze richtlijn in Europa te krijgen, dan zijn wij alsnog voor diezelfde minimumnormen in Nederland. Daarom dien ik de volgende motie in. De Kamer gehoort de beraadslaging, overwegende dat alle Nederlanders een gezond evenwicht tussen werk en privéleven verdienen, constaterende dat Nederland achterloopt in Europa als het gaat om onder andere vaderschapsverlof en betaald ouderschapsverlof, constaterende dat het EU-voorstel richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven een grote verbetering betekent voor Nederlandse werknemers, overwegende dat elke lidstaat vanuit deze Europese minimumnormen zijn sociaal beleid verder zelf kan vormgeven, verzoekt de regering de inhoud van deze richtlijn, ook als de Raad en het Europese parlement niet akkoord zouden gaan, te omarmen als minimumnorm voor het evenwicht tussen werk en privéleven. En gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze deel uit van de beraadslaging.